Snoop TV Urban Control.nl. Ik ben nu aangekomen bij het ketentje waar ik Bad Boy Time voor zijn eerste interview gegeven na een hele lange tijd. Het is heel veel eigenzaam, heel veel dingen. Je merkt het wel. Snoop TV Urban Control.nl. Je weet zelf. En ik heb het niet over mijn baard. Broertje, ik ben op straat. Nicky, hier ben ik zwaar. Mijn mannen zijn we willen het beste. Voor je eigen fucking risico, poesie, je moet niet testen. Guns worden getrokken, het maakt niet uit waar. Moving nou de fucking weet, tijd is een baas. Molala bang, how the Gino wanna be, ey. Pak Snoop TV, urbancontrol.nl. Je weet zelf, we zijn hier met Bad Boy Taya. Maar dat zie je toch van al die dingen op Twitter en al die dingen, we gaan het echt horen nu. Alleen die echte dingen gaan we horen nu van Bad Boy Taya. Fuck it, Taya. Rustig maar. Hoe kom je eigenlijk aan die naam Bad Boy Taya? Ik was alleen op straat, je weet toch, daar. Toen ik zeg maar een je moet je toch een artiestennaam gaan bedenken. Wat je artiestennaam gaat zijn. En ik wist natuurlijk van, ja, hoe mijn gedrag is, of hoe ik ben, hoe ik in elkaar zit. Ik dacht me gelijk, je weet toch, alle twijfels weg te halen, hoe ik in elkaar zit, of hoe ik ben. Of dat ik mensen niet zozeer kan shockeren, of wat ik doe. Ik zet er gewoon een bad boy voor. Want dan heb je gelijk door het type persoon. Dus Bart, dat komt niet zomaar. Het is niet zomaar een woord van zonne dingen of zo. Nee. Hoe lang ben je in de rap scene? Hoe ben je erin gedrukt? De meeste rappers zijn afgelopen die best wel vrij goed bekend zijn. Die ken ik al zeg maar voordat ik ze nog heb. Dus ik ken die jongens al met veel duurte meestal kwam. Ik weet toch wel snoer, Bamber, West. Dus dat keek ik natuurlijk veel jongens van de straat, van school, van school, van wat. En op een gegeven moment was Jan, zeg maar, de man was bezig met Mesterman die tijd. En zodoende zeg maar dat ik contact met Jan had. Toen kwam ik best wel bij over de vloer, zeg maar, op het kantoor. Maar dan leerde ik zeg maar die rappers. Ja, toen zag ik dat iedereen rapte, zeg maar, die ik al kende. Veel jongens die kennen die rapte, die waren goed bezig. Ja, zo begon ik bepaald dingen te zien achter de schermen, weet je toch? Dus dat was die tijd van Lloyd die rekkers? Ja, weet je toch, maar ik had die tijd ging, was ik nog zelf mee bezig, man. Ik was wel in die vrije tijd. Ja, was ik daar mee bezig, dus dan zag ik bepaalde dingen als die jongens al erin schieten. Als die jongens in de studio zaten. Jullie PRT en ik kreeg, zeg maar al die zaken, dat zag ik heel dichtbij. Dus ja, toen begon ik al een beetje bepaalde dingen te zien, een beetje mee te draaien. Dus ja, toen zag ik hoe de mensen zien, zeg maar in elkaar zag. Je weet toch, of we elkaar zien, begon te zien. Zo begon het zeg maar een beetje. Bad boy, er is geen glitter of glamour, er wordt gepikkeld, ik werk. Bad boy, time nigga, een fucking nieuwe tijdperk. Yo, die shit is greedy, yo, die shit is greedy. Ik heb mogen op mijn ritjes rollen met mijn crimies. Netwerk voor contacten, zo vind je afnemers. Leveranciers, misschien valt er wat te stelen. Is je eerste bad meer dan een kopie? Is mijn advies, gebruik je kop en kopie is de klok. Maar ik heb gezien na al die tijd dat je in die rap game bent. Heb je nooit ergens getekend of wat? Nee, eigenlijk niet. Ik ga altijd de samenwerking aan, je weet toch? Omdat ik ben natuurlijk weet je, je ook bepaalde dingen van zaken doen. En, dat is voor mij gewoon zakelijk aantrekkelijker om gewoon een samenwerking aan te gaan met een label. Mensen hadden het vermoed dat jij in THC dingen... Nee, ik zat nooit in THC in de rap groep. Ik zat gewoon in THC in de rap, ik zat solo artiest, weet je toch? Okay. En als mensen ook een keer persberichten lezen of informatie gaan zoeken op site, zal het er altijd op gestaan. Maar samen met elkaar, je weet toch? Zal het misschien, omdat het in de media wat staat prettiger, zal staan en wordt getekend. Maar als je een interview zult, zal je altijd doen met samenwerking. Weet je, dan moeten mensen daar hun research op gaan doen wat de samenwerking al mee inhoudt. Dat doen mensen vaak helaas niet. Ja, zeker. Ja. Ben je tevreden met waar je staat op dit moment in de rap scene? Ik mag niet klagen, weet je. Ik zeg toch best wel... best wel veel pittige dingen, minder pittige dingen op Twitter. Ja. En ik kan toch gewoon mijn ding doen, weet je. Van voornaam kom ik 5-3 jaar gekomen en voornaam kom ik gewoon op het kanaal steeds weer zit. Voor alles, weet je. Ik heb ook bijvoorbeeld mijn mening geuit over de skateboards. Een week later kom ik naar kantoor en geef ook gewoon mijn mening wat ik ervan vind. Ja, ik heb, weet je, we hebben gezien dat je iets hebt gemaakt met Hef en met het, hoe zit je met die?
ik kan me nog herinneren dat we naar Hoogvliet gingen en daar gingen ze naar. Ja, ik denk dat de relatie tussen mij door de jaren heen, de maanden heen, de dingen die we meegemaakt. Het succes in de muziek, dat het gewoon, ja, het verandert mensen. Het kan mensen veranderen, je weet toch. In welk opzicht dan? Zeg maar, ik ken Hef natuurlijk al langere tijd, weet je. Voordat hij ambities had om te rappen, of voordat ik ambities had om te rappen, ken ik hem al. En dan zie je, ja, je ziet dat het goed gaat, dan gaat het met jou, dan gaat het met jou goed. En dan zie je gewoon, ja, je ziet gewoon echt relaties verwateren. Je weet toch, geen contact, weinig contact. Je spreekt elkaar meer samen. Je ziet toch wel die veranderingen. Ja. Ik ben er natuurlijk van mening dat ik gewoon hetzelfde ben gebleven, nuchter ben gebleven. Dus van mij ook, ik ben er van, ja. Ik weet niet, misschien schrijft het onder de film, weet toch? Ja, dat kan. Alles kan. Kan, maar aan de ene kant, achteraf, kan ik hem ergens begrijpen. Maar niet helemaal, begrijp je? Ik heb ook de laatste tijd veel meer van. Ik ga me afstand nemen van bepaalde mensen, weet je? Omdat ik ben iemand die kan me snel iets trekken. Jij kan iets zeggen, maar het is bij mij hoofd gewoon van, helaas, ik ga er alles mee om, je pikt dit niet. Weet je, dan, om steeds daarin te gaan komen, heb je alleen met bepaalde type mensen. Weet je, dus ik denk, ik ga daar gewoon nu in de toekomst veel meer achter van. Maar dat wil ik gewoon niet, begrijp je? Ik ben het einde van de dag, wil ik mensen met me praten, terwijl ik in mijn hoofd van een hele andere manier. Oké. Als je toch een element hier bent in de goede bij, dus dan gaan we het even over de Twitter hebben. Twitter acties. Ik ben niet geliefd onder de Twitter acties. Dat heb je zelf ook al gemerkt van de meerdere mensen. Waarschijnlijk. Nee, ik denk eerder van als je een bepaalde mafkees hebt, die ook een mafkees met natuurlijk aantrekt. Op het moment dat hij denkt iets te kunnen zeggen, hebben we een paar van die aanbevelingen die allemaal meehouden ervan toen. Dus dat natuurlijk altijd een bepaalde prisioneren. Ja, wat helaas jammer is. Wat heb je dan? Je weet toch? Veel gasten, als je ze live ziet of je spreekt ze. Is het helemaal niet zoals toen ze op Twitter zijn? Is het hele goede. Ja, Taya is heet gebakerd en ik kan niks hebben. Maar luister, als je dat dan weet, wat wil je dan? Als je dat dan weet, dan moet je niet lullen. Het komt vaker naar voren, je hoort het vaker bij mensen. Dus ook ben ik weet niet van hun. Ook van hun, rappen straat, maar ik ken ze niet. Je begrijp ik af van de straat. Je weet, zeg ik je dingen van jou verleden. Begrijp ik je dingen van mensen, meerdere mensen hun verleden. Hé, toch maar die rappertjes. Maar wat heb je tegen Ux en Skinny Jeans? Kijk, mijn persoonlijkheid toch, is gewoon niet down met dat, je weet toch. Ik ben niet zo'n type jongen. Maar dat komt raar over op de Twitter, want nee, het komt mensen voelen zich aangesproken. Ja, omdat ze zelf niet wat die boys shit zijn, maar ze zijn nog geen herkennende fase, weet je toch? Als jij een broek wil hebben, dan kun je je ballen aanknijpen, weet je toch? Dat zijn flikkerpraktijken, weet je toch? En de meeste van jullie willen dat nog niet toegeven, weet je toch? Ze zijn nog in die ontkennende fase. Soms duurt het een bepaalde periode voordat je eroverheen komt, weet je toch? Oké. We gaan er een beetje dieper in. Kijk, bijvoorbeeld, ja, luister, dat is het. Ga je afvoeren, toch? Wat zijn hun uitspraken tegen een voetbalclub? Vind jij bijvoorbeeld, ja, Soet TV, Pillen Kroon, en die draaien bepaalde dansartiesten, weet je, die Batman ook zijn, weet je toch? Bijvoorbeeld niet strijden tegen Batiboys, vind je dat niet raar? Als reporteur van Snoop TV, van Urban Kroon. Dat is toch eigenlijk, dat is toch vrij raar, of niet? Maar je meer, ja? Nee, nu vraag ik jou. Ja, dit is raar. Ik snap je. Die mensen maken dat type muziek, maar ze uiten zich niet zo. Daarover, als ik dat zie, ga je gewoon zeggen, ik vind het flikker. Maar die ruzie met Belmer, jongens, en Rappersat en Belmer, KV. Maar dat zag ik van die blokkade in je billen gaan. Nee, KV, hij is een goede live performer. Maar als ik een paar dingen praat die straat is, denk ik van ja, ik weet het zo even niet. Weet je toch, als ik dan bijvoorbeeld die man zie met zijn ux en zijn skinny jeans, denk ik van, weet je toch, wat de fuck is dit? En mijn type persoonlijkheid is niet down met dat, en dat is gewoon mijn mening. En dat heeft niks zozeer te maken met KV. Hij draagt hem al toevallig en hij is een bekende artiest. Maar er zijn duizenden mensen die ze dingen doen. Ik deed er ook niks, ik vind het gewoon niks. Dat is mijn mening, ik vind het flikker. Maar je vindt hem wel een goede rapper. Ik kan goed rappen, ja. Dat is de ding, maar ik krijg vraagtekens op het moment. Ik zie van ja, ik heb bepaalde jongens en ze zijn bang om mijn mening te uiten. Maar als je ze luistert, ben ik, ja, ik ben ook niet down met dat. Zeg het nou gewoon eerlijk, of niet? Of zijn we nou allemaal kickerboard spelen? Maar heb je problemen met bepaalde rappers uit de baan? Ik? Ja. Problemen, ik weet niet. De laatste drie jaar. Kijk, ik zie het zo. Veel van die jongens, heel toch, zijn buurtje, zijn oude, zijn hoog achter. En ik ben iemand toch
als je naar me toe komt en vraagt me iets van het bedrijf muziek, ga ik je helpen. Of ik ga je gewoon zeggen van, hey, broertje, mijn hoofd is vol, of ik heb er geen tijd voor. Of ga je zeggen, ik heb je wel. Positief of negatief, je geeft je antwoord. Ja, ik geef je gewoon een antwoord. Ik geef je gewoon een mening, of ik ga je gewoon eerlijk zeggen, of ik heb wat je anders kan doen. Begrijp je? En dan heb je dat mensen opkomen die nu pas zijn, waar jij toen aan begon bent. Ja. In het begin, die mensen willen alles van je. Ze helpen ze met alles. Ze willen zelfs als ze problemen hebben. Dan is het best wel raar als die mensen zich best aangesproken voelen. Of morgen tegen je keer, het zijn voor je samen. Begrijp je? En dan denk ik, is dat van die mensen? Ook van die randebielen om zich heen. Die dom gewoon zijn, die in zo'n wereld te leven. Natuurlijk ga je dan als een doodse idioot zijn meelopers al. Dus een meeloper gaat makkelijk. Ja, Arnhem bestaat ook meelopers. Maar Arnhem bestaat ook meelopers. Maar zoals de jongens van ergens, Boer Schijn, bedoel maar. Als je het weet, zit je in een fucking beef. Dan is het handig om te bangen, bebang te bangen. Of trek je Nike's aan, nigga begint te rennen. Gechoqueerd, gefascineerd, luister homeboy, stop met alle shit. En focus je op de echte dingen. Terug naar school voor mij, de bak en de slechte dingen. Je bent niet echt, ik kan het merken, nigga. Zoals Arby zei, laat het echte werk over aan de slechte rikken. Geen glitter, geen glamour. Bloed, zweet en tranen, wat voor verliezen.